Hallo en leuk dat je hebt geklikt op deze video. Ja, ik film nu even met mijn fotocamera, want ja, mijn videocamera kan ik niet vinden. Maar goed, ik straks maar even kijken wat voor beelden dit oplevert. Maar ja. Ja, deel 3 van onze componeervlogreeks. Inmiddels heb ik de eerste twee afleveringen dus ook bewerkt en geëdit. En daar kwamen dus twee video's van allebei 30 minuten uit. Dus dan moest ik wel even. Ja, en er is wel aardig in geknipt, moet ik zeggen. Maar ja, toch vrij lange video's. Dus ja, ik hoop dat ze niet al te saai waren. Maar we gaan dus even kijken in dat. Want ik heb tussentijds wel wat aangepast, namelijk. Wat ik in de tweede video zei, was dat ik niet helemaal tevreden was. Hier daar was ik een beetje onzeker over het begin van het stuk. Ik had dus die a cappella koor inzet, die heb ik ook gehandhaafd. Alleen het orgeltussenspel wat daarna komt, alhoewel ik de noten goed vind, vond ik het niet helemaal op zijn plaats. En dat heb ik dus aangepast en ik heb dat gedaan door een ander orgeltussenspel te maken. Die ook heel mooi naar het Unigenitusque toe gaat. En eigenlijk het materiaal wat ik in het stuk gebruik, komt er heel mooi in terug. Namelijk die schuivende akkoorden. En de kwintsprong, zowel omhoog als omlaag. En hier ben ik wel tevreden over. En het klinkt ook goed. Het valt er goed op zijn plaats. Het is een mooie brug naar het Unigenitusque de Filius. En zo'n bruggetje wil ik uiteindelijk ook weer maken naar het Sanctus Quoque Spiritus. Kan ik nu even zo gauw de papieren niet kan vinden, maar dat komt wel goed. Omdat ik nu tussen een paar afspraken door zit, weet ik eventjes op dit moment gewoon niet helemaal waar ik beginnen moet. Niet dat ik geblokkeerd ben, dat absoluut niet, want zodra ik er echt weer voor ga zitten, dan komt er best wel wat aardigs uit, maar op dit moment weet ik eventjes niet waar te starten. Al eerder in een van de video's heb ik wel eens gerefereerd naar een herhaling van de tekst. Oh. Dus dat de tekst van het offertorium in totaal dus twee keer getoonzet wordt. En dat gaat bij deze nu ook gebeuren, in dat het. Want uiteindelijk, die heb ik nu niet bij de hand, maar wat ik eerst als orgel tussenspel redelijk aan het begin van dat stuk had zitten, dat komt dus nu na het eerste Misericordiam Suam. Daar sluit het eigenlijk wonderwel mooi aan. Vlaggetjes in plaats van stipjes, ja. Dit refereert weer naar materiaal eerder in het stuk.
Even wat proberen. De tenor blijft dus op die C, want dat werkt dan heel erg mooi met de akkoorden zo. En dan krijgen we eigenlijk gewoon precies dezezelfde maat, maar dan een toon hoger. Toch eventjes zo met, oh ja, met even met mijn elleboog erop leunen, want anders schuift het allemaal weg. Ja, met mijn lunch naast me ga ik toch nog eventjes verder. Overigens, voor de oplettende kijker en luisteraar, de hanger is uit het orgel. Mijn zoon, met dezelfde gang dat hij hem erin heeft geramd, heeft hij hem er ook weer uitgeramd. Dus daar was ik wel blij mee. Misschien een orgelmaker in de dop. Ik hoop dat ik mijn camera zometeen nog, mijn videocamera zometeen toch nog vind. Want de batterij van deze schiet aardig op en mijn SD moet ik ook weer even verwisselen. Waar heb ik dat ding al gelegd? Ik zou het niet weten. Ja, en anders werk ik toch op. Kijk, dit moet. Hele toon omhoog. Ja. Gelukkig kan ik er redelijk wijs uit worden. Ja, nog 50 seconden. Nog 30 seconden en dan is mijn kaart vol en houdt deze camera daar waarschijnlijk ook binnenkort al mee op. Ga ik eerst maar even lunchen en dan heb ik zo direct om 2 uur, ja, dus over 50 minuten heb ik een afspraak hier in huis, een vergadering. En nou, hopelijk daarna kan ik nog even doorfilmen. Ja, ik heb dus nog een beetje doorgewerkt. Dit is dus materiaal wat al eerder in het stuk zit. Dat herhaal ik hier nog een keer, die eerste vier maten hier herhaal ik hier, maar dan een toon hoger. En dan ga ik hier via B groot en A groot naar D groot voor het Quia Fecit Nobiscum, wat weer qua materiaal is afgeleid van het, hier het woord filius, wat al eerder in het stuk zit.
Dus zo weet ik toch mijn materiaalkeuze enigszins binnen de perken te houden. En dat is wel zo goed, want anders wordt het te veel in zo'n klein stuk. En dan streeft het een beetje zijn doel voorbij. Dat zou jammer zijn. Nou, zometeen over een kwartier krijg ik dus bezoek. Dan kan ik dus niet verder werken. Ik hoop daarna nog verder te kunnen. En anders ga ik vanavond, als ik terugkom van de koorrepetitie, ga ik nog even verder. En daar stond ik nog niet bij stil toen ik met het stuk begon. Dat ik dus eigenlijk het morgen al wil presenteren in Breda. Ik heb morgen een afspraak met de pastoor en met de beleidsmedewerker voor kerkmuziek van het Bisdom Breda. En dan gaan we dus al de orde van dienst enigszins vaststellen. Dus ja, dan is het toch wel handig als ik dit stuk mee heb. Dus waarschijnlijk, ik hoop dus vanmiddag en vanavond eigenlijk het stuk gewoon in de grondverf klaar te hebben. Dan ga ik het invoeren in Sibelius. Al weet ik niet of dat nou zo verschrikkelijk interessant is om naar te kijken hoe ik dit notenmateriaal in Sibelius invoer. Misschien dat ik wel eventjes de camera dan bijpak. En dan van aanpassingen en dergelijke. En laat ik uiteraard even aan jullie weten. Zo komen we toch ergens toch wel een eindje en begint het stuk steeds meer goed vorm te krijgen. Gelukkig. Daar ben ik wel blij mee. Ik ben alleen nog eventjes, ik heb hier waar ik het al eerder over had, die 6 orgelmaten die ik gereserveerd had. Ik weet niet hoe ik dat nu moet gaan doen. Maar daar heb ik al, ik heb wel wat ideetjes. Maar ik hoop daar misschien straks nog op te komen. Ik meld me straks weer eventjes. Ja, ik ga toch proberen om het stuk nu tot een goed einde te brengen. En dan staan nog steeds die orgelmaten. En staan nog open. Maar daar kon ik dan nog wel op. Maar ik heb weer min of meer terug op het begin. Althans, het is wanneer het orgel erin komt. Alleen dan iets gevarieerd. Scherpstellen. Andere akkoorden. En waar ik eerst dus die kwintsprongen in het orgel en dan in een uitkomende stem leg, laat ik dat nu het koor zingen. Woorden misericordiam suam. Nog een achtste erbij hier en dit op een D. Even kijken. Ik wilde net zeggen dat het handschrift nog even wat belabberder wordt dan het al was. Ik zit ook niet helemaal rustig te werken nu. Want ook nu moet ik in ieder geval over 20 minuutjes moet ik weg. Het wordt ook een beetje klein beetje schemerig al buiten, dus de camera begint daar ook steeds meer moeite mee te krijgen. Kijken nog een extra lichtje aan. Wellicht dat het een klein beetje helpt.
Maar ja, als ik ook vanavond nog wil doorfilmen, en dat het, deze camera is nog niet zo heel goed in donker, helaas. Maar ja. Even voor de duidelijkheid dat dit even voor nu het pedaal is. Scherpstellen, kom op, je kan het. Ja, daar is hij. Doe het ietsje anders. Even kijken, ik schuif deze twee maten even naar hier. Ja. Kan ik dat nog hier? Ja, kan ik er zo even een beetje tussen moffelen. Ah ja. Even wat uittesten. Nou, voor u zit een donkere schim. Ja, het gaat zo wel. Nou. Ik ga even wat proberen wat ik tot nu toe heb. Misericordiam sova, misericordiam sova. Thank you.
Ik zet de camera ook eventjes uit. Ik moet even weer wat regelen qua bestand. Ja, ik heb een soort van een einde zojuist uitgetekend. En volgens mij wel aardig. Het stuk lijkt als het ware een beetje een soort van uit te doven. Dat vind ik ook wel mooi. Sowieso niet een al te druk motet geworden. Maar vanavond ga ik dus nog even verder. Ik ga sowieso dus ook vanavond beginnen met het invoeren in mijn muzieknotatieprogramma. Dus straks weer verder. Ik ga nu zo naar een koorrepetitie. Nou, uiteindelijk is het toch nog in een soort van sneltreinvaart gelopen. En ja, staat het stuk nu uitgewerkt op papier. En het is nu ook, ik moet het nog even een paar keer goed doorkijken. En meestal laat ik er ook nog even een nacht overheen gaan. Maar het is zo goed als af. Nu ik dit opneem, het is donderdagavond. Ik ben donderdagmiddag naar Breda geweest. En daar had ik een overleg over de invulling van de Eucharistieviering van 11 juni. Waar ik dus ook dit stuk wil gaan uitvoeren met het Sicilia-koor. Het werd overigens ontzettend leuk ontvangen, dit stuk. Uiteindelijk heb ik toch nog het een en ander gewijzigd, terwijl ik de muziek in de notatiesoftware aan het aanbrengen was. En uiteindelijk hebben die toch ertoe geleid dat dat ik toch best wel tevreden kan zijn over het stuk. Vragen die ik nog voor mezelf had, werden eigenlijk opgelost. En kwamen uiteindelijk mooi terecht. Het begin is ongewijzigd gebleven. Het koor zet a cappella in. En vervolgens neemt het orgel het over. Dit is verder allemaal tot en met maat 17. Althans, het koorgedeelte is het eigenlijk ongewijzigd gebleven. Maar dan heb ik hier een passage die ik eigenlijk oorspronkelijk voor... Kijk, die loopt zo van hier naar hier. Ja. Die had ik eigenlijk voor het koor bestemd. Daar zou het koor dus eigenlijk de woorden Sanctus Quoque Spiritus, Quia Fecit Nobiscum zingen. En dat zou voorafgegaan worden door nog weer een kort tussenspel door het orgel, waar ik dus tegenaan teken zat, want daar wist ik ook gewoon echt niet wat ik moest doen. Maar bij het invoeren van de noten kwam ik eigenlijk op het idee, ja, ik kan eigenlijk net zo goed wat ik eigenlijk voor het koor had bestemd in het orgel leggen, en dat ik het koor daarbovenop het andere basismateriaal geef. Had ik ook meteen de gelegenheid om even wat stemmen te splitsen, want dat was nog niet zo heel erg in het stuk tot uiting gekomen, eigenlijk alleen aan het begin. Verder voor de rest zingt het koor heel veel gelijktijdig. En dan kon ik hier toch even wat nuance daarin aanbrengen. Eigenlijk zingt het koor hier dus dan, beginnend bij de sopraan, doorgaat naar de tenor en uiteindelijk bij de alten en de bassen uitkomt, zingen in feite dezelfde melodie die in de uitkomende stem in de orgelpartij staat, maar dan op een andere hoogte. En zo kunnen we dus ook goed zien hoe ik toch het basismateriaal heb verwerkt. En uiteindelijk is het me toch gelukt om redelijk spaarzaam te zijn met materiaalgebruik. En
Dus een paar kernideeën door het hele stuk door te voeren. En zo werd uiteindelijk toch dat gat werd goed opgevuld. En ik was uiteindelijk toch ook heel blij omdat het eigenlijk ook met elkaar leeft het hier en daar wat spannende momenten, ook qua samenklanken op. Die ik daardoor ja, erg geslaagd vind. En ik had het dus niet zo bedacht van tevoren. Maar en volgens mij heb ik dat ook wel eerder in een andere video gezegd. Dat zelfs met het invoeren van de noten in de muzieknotatiesoftware. Dat er dan nog dingen kunnen gebeuren in het stuk. Die ik anders niet had voorzien. Het voordeel is ook, ja, ik speel heel veel. Maar met de muzieknotatiesoftware kan je regelmatig terugluisteren. Nog even een keertje terugspoelen. En ja, je hebt toch ook wat meer de mogelijkheid om boven elkaar te horen. Nou, is niet heel erg representatief het geluid, maar het geeft toch wel een idee. En dan gaan we verder. Dit is verder zoals ik het bedacht had. Hier, deze vier maten, was het oorspronkelijke tussenspel wat ik had bedacht na die a cappella koor inzet. Oorspronkelijk stond dat in mijn eerste schets, stond dat daar. Die heb ik dus hier laten terugkeren. Dat kwam eigenlijk heel mooi uit zo bij elkaar. En het leeft ook een heel mooi ja, breekpunt op in het stuk. Voordat we naar de herhaling van de tekst gaan, want ik heb dus nu in totaal de complete tekst twee keer getoonzet. Al gaat het de tweede keer ietsje sneller achter elkaar door. En komt hier vanaf maat 35 komt het materiaal wat ik ook hier heb gebruikt, komt weer terug. In deze vier maten. En dat herhaal ik dan een keer, maar dan een hele toon hoger. En dan uiteindelijk via een modulatie ga ik in maat 45 naar het Quia Feci Nobiscum. Wat weer enigszins afgeleid is van het materiaal wat hier vanaf maat 14, 16 en 17 zo doorgaat. Het einde had ik ook eigenlijk in mijn handschriften op papier zo goed als klaar. En het eind ligt aangepast. En de stemvoering, althans wie op welk moment zingt, heb ik ook aangepast. Want oorspronkelijk zou ook aan het eind continu het hele koor zingen. Maar bij het invoeren dacht ik, ja, dat hoeft niet per se. Dus ik kon weer de stemgroepen een beetje vertellen. Nu dus de dames die beginnen, sopranen, alten. De tenor en de bas en daarna het hele koor. En dat heb ik bewust ook gewoon eenstemmig gelaten. Het orgel, dan ook weer die schuivende akkoorden. Wat uiteindelijk hier daar mooie, spannende samenklanken oplevert met het koor erbij. Ja, zo is dan toch dat stuk ja, geworden zoals het geworden is. Van een, ik heb hier nog eentje, leeg vel papier. Waar ik ook de eerste video mee begon. Dan nu naar een uitgewerkte compositie. Ik heb het nog niet eens over de dynamiek gehad die ik erbij heb gezet. Ik wil dat nu gewoon uitgewerkt al klaar hebben liggen. Omdat ik dus vanmiddag die afspraak in Breda had. Ik wilde iets presenteren. Ik wilde iets laten zien. Zo is dan dat stuk Benedictus sit Deus Pater. Ja, zo staat dat stuk nu op papier. En ik vond het ontzettend leuk om het op deze manier te doen. Dus al filmend het proces volgen. Ja, het is alleen jammer dat ik toch uiteindelijk misschien toch niet van het invoeren in de muzieknotatiesoftware, dat ik dat nog extra heb gefilmd. Omdat ik daar toch best wel nog wat dingen
uiteindelijk heb aangepast en aangevuld heb. Aan de andere kant, ik heb ze nu ook toegelicht. Dat ik al zei, dat het, ik ga er nog even een nachtje overheen en morgen weer terugluisteren. En dat, op die manier ja, kan zo'n stuk ook even, wat mij betreft, rijpen. Zo, ja, althans zo ervaar ik dat. En dan kan je het morgen weer even met een frisse blik terugluisteren. Maar voor nu ben ik tevreden. Ja, ik dacht ik zal ook nog even laten horen hoe mijn muzieknotatieprogramma de muziek afspeelt. Hoor je er meteen een keertje het hele stuk. Ik zeg, wat ik al zeg, het is niet heel representatief, maar het is toch om een idee te krijgen. Ja, zo klinkt het dan afgespeeld in het programma. Ja, natuurlijk totaal niet te vergelijken met hoe het zal gaan klinken als een koor het gaat zingen en een organist dit gaat spelen. Maar toch, het geeft een idee. Als jullie vragen of comments hebben, zijn ze altijd van harte welkom in de comments. Mailtje maar, mag ook naar josmartensmuziek@gmail.com. En ja, dit was dan voor nu de video. En de volgende keer gaan we weer verder.